Ik ben Bojan Schlat en bij de Ocean Cleanup ontwikkelen we een techniek om op haalbare manier, grootschalig en efficiënt het plastic uit de zogenoemde garbage patches in de oceaan op te gaan ruimen. In het verleden zijn er heel veel ideeën geweest om dat te doen, door middel van schepen en netten, maar dat zou ten eerste zou het 79.000 jaar kosten. Je zou heel veel bijvangst krijgen, emissies, gigantische afstanden die voor transport moeten overbrugd worden. En het plastic beweegt rond in die gebieden, wat het alleen maar moeilijker zou maken. Maar ik dacht van, is dat nou echt een probleem of zou het ook een oplossing kunnen zijn? Want waarom zou je door de oceaan gaan als de oceaan ook door jou kan gaan? Dus wat we ontwikkelen is een passief systeem dat we bevestigen aan de zeebodem, waardoor de stromingen het werk doen en het plastic vanzelf naar ons toe brengen. We zijn nu in een haalbaarheidsonderzoek. In oktober moet dat klaar zijn. We werken nu samen met 50 mensen in Nederland en 500 mensen die een hulp hebben aangeboden wereldwijd die nog op stand-by zijn. En op zo'n manier hopen we dus naar de tweede fase te kunnen komen, waarbij we naar een full-scale pilotproject werken. En vervolgens, mocht de financiering klaar zijn, zijn we klaar om voor full-scale execution te gaan. U is geëngineering stapt in het project Ocean Cleanup, omdat het enorm inspirerend is. En het past bij de normen en waarden en de projecten die we al hebben ingezet. Duurzaam, sponsoring van de Hydrocruiser, nu vervangen door sponsoring van het Solar Team Twente, dat binnenkort in Australië gaat rijden. Is duurzaam, het toppunt van duurzaamheid is die oceanen schoonmaken. Het is helemaal goed. Innovatie zit er ook in. We hebben eerder innoverende projecten gesponsord. Bijvoorbeeld de Berg, de haalbaarheidsstudie. Dit is ook een haalbaarheidsstudie. En dit is pas stap 1. En daarna gaat het verder. En natuurlijk techniek. Er zit alles in wat met techniek te maken heeft. Kortom, alles komt bij elkaar. En het voelt ontzettend goed hier vanuit de buik. Dus daarom sponsoren we dit project met alle liefde.